Afgelopen zondag speelde Vitesse de altijd beladen derby tegen NEC. Het werd zoals altijd een wedstrijd die op het scherpst van de snede werd uitgevochten. In een sensationeel duel, waarin de supporters voor een fantastische sfeer zorgden, lieten de Arnhemmers in het Gelredome de NEC'ers uiteindelijk geen enkele kans en stuurden hen met een 4-1 nederlaag weer terug naar Nijmegen. Vrijdag hebben we elkaar gesproken op Papendal en toen heb je gezegd dat je er volop zou klappen. Ja. Zeg het maar. Ja, het klopt. Eigenlijk, ik had 3-0 voorspeld en dat is uitgekomen eigenlijk. 4-1. Nou ja, 3 punten verschil, of 3 doelpunten verschil. Nou, ik heb toch gelijk gekregen. Het was een lekker feestje, hè? Het was een heerlijk feest. Fijne voetbalmiddag. Ja, rode kaarten. Ja, dat heb je erbij. De nekkertjes kunnen er niet tegen. Ik denk dat die een slechte week tegemoet gaan in Nijmegen. Ja, die hebben een hele moeilijke week. Zonder meer. En jullie gaan nog een feestje bouwen hier? Ja, wij bouwen verder. Oké, Theo, dat was weer een echte Arnhem-Nijmegen vandaag, hè? Ja, daar leek het wel op. Ik bedoel, ik denk dat het een leuke wedstrijd was, vooral 11 tegen 11. En daarna, toen we met 10 man 9 en 8 kwamen, was het eigenlijk gespeeld. En dat was ook te zien in de wedstrijd. Het werd steeds minder eigenlijk, werd minder aantrekkelijk. Maar, weet je, dat ligt belangrijk. We hebben die wedstrijd gewonnen en we zijn tevreden. Dat is het belangrijkste. Maar wat mij zo opviel is dat toen jullie wat ongelukkig achterkwamen in het begin van de wedstrijd, dat jullie echt zo rustig bleven tikken en van begin af aan eigenlijk NEC nauwelijks een kans gaf. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat wij heel erg overtuigd waren dat we deze wedstrijd zouden winnen. En ook na die 1-0 achterstand die heel vroeg viel natuurlijk, hadden wij het vertrouwen dat wij het weer om konden buigen. Dat gebeurde ook gelijk daarna. Ik denk dat je 10 minuten later of binnen 10 minuten scoor je de gelijkmaker. Krijg je nog wat kansen zelfs op de 2-1. Dan krijg je een rood. En dan houden wij het rustig tot de rust. En na de rust, dan spreek je met elkaar af dat je vanuit de posities de bal het werk laat doen. Alleen het was dat wij de werk gingen doen en de bal eigenlijk aan de voet meenamen. Dus dat deden we niet goed, maar weet je, die wedstrijd heb je gewonnen en dat is het belangrijkste. Maar het was wel meegenomen dat jullie meteen in de tweede helft die 2-1 maakten. Dat gaf toch wel wat rust, dacht ik. Misschien zelfs hier en daar wat gemakzucht. Ja, dat denk ik ook. Ik bedoel, je maakt die 2-1 en die viel binnen een minuut volgens mij. En toen zag je inderdaad iedereen heel slordig worden. En we gaven de simpelste ballen weg en ze geven hun eigenlijk nog een beetje kansen om te counteren. En, ja, dat moeten we onszelf kwalijk nemen, maar achteraf gezien. Het is net wat je zegt, die 4-1 heb je in de pocket en je hoort er gewoon lekker bij. Bedankt en succes. Dank je. In de eerste plaats gefeliciteerd met de overwinning. En wat een fantastische binnenkomst was dat voor jou, zeg. Ja, ik was een stond erin. Zo, ja. Dat was wel mooi. Ja. Mooier kan je het eigenlijk niet wensen, hè? Nee. het publiek, dat was helemaal dol enthousiast om op de banken. En en voor jullie werd het een compleet feestje eigenlijk. Ja, de supporters waren very good. They were loud. They were behind us. So, yeah, we fought till the end and we got the win. So. Dit was een echte derby tussen Arnhem en Nijmegen, hè? Ja, maar we waren beter. Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Ik denk dat jullie ze hier en daar wel overklast hebben. Ja. Ja. En nu verder naar de top. Je hoort er volledig bij. En volgende week tegen PSV. Ja, we need to work on in the training again. And hopefully we can win from PSV as well. Jullie spelen als een echt team, hè? Goed op elkaar ingespeeld, vertrouwen hebben in elkaar. En, eigenlijk spelen jullie alsof er niks mis kan gaan. Ja, but we need to stay together. And that's the key for winning. So hopefully you can do that next week. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Okay. Bye. Tot de volgende keer. Ik sta hier bij de voorzitter van de supportersvereniging, Stef ten Tij. Stef, jullie hebben een feestje te vieren vandaag.
Het is één groot feest. Je kunt het achter me zien. Supporters home gaat op zijn kop. Gelukkig blijft het dak erop zitten. Maar dit is fantastisch. Het is geweldig dat we gewonnen hebben. Het is geweldig dat we NEC zoveel pijn gedaan hebben. 4 doelpunten, 3 rode kaarten. Daar krijgen ze nog een lange last van. Het is één groot feest. En toch begon het een beetje mineur, hè? Pietje die stond, een beetje stond te slapen. Ja, waar het aan ligt, ligt het aan. Ik wil liever die positieve insteek pakken. We hebben gewoon de hele wedstrijd gedomineerd. De jongens hebben helemaal niks in te brengen gehad. Gewoon fantastisch. En waar we ook heel erg blij mee zijn. Ik heb geen ongeregeldheden gezien in het stadion. Dat zou moeten betekenen dat wij ook gewoon met 500 man naar NEC toe kunnen. Dat lijkt mij ook, want het is fantastisch geweest. De sfeer op de tribune. Nogmaals, Piet die zich geweldig herstelde. Vitesse die gewoon top voetbalde. En jullie heerlijk op sleeptouw namen. Ja, het is wat ik zeg. Het was één groot feest. Dit is de derby. Je ziet wat er gebeurt. We hebben bezoekend publiek gehad. Ook die krijgen een leuke, ludieke veeg uit de pan mee. Geweldig. Geweldig.